De Alpinstar Copper is nieuw in de collectie van Alpinstars. En is onderdeel van een nieuwe jeanscollectie die speciaal is gemaakt voor mensen die een casual outfit willen dragen op de motor. Waaraan niemand ziet dat ze een motorrijder zijn, maar toch zeker wel de veiligheidsaspecten willen die motorkleding biedt. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en dit is de review van de Alpinstars Copper, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. De Alpinstar Copper is niet speciaal gemaakt voor één type motor. Hij is heel neutraal qua kleur, qua pasvorm, dus past eigenlijk bij alles. Rij je op een naked bike, op een sportmotor, een tourmotor of een chopper, eigenlijk past het overal bij. En de stijl creëer je eigenlijk door het type jas wat je erboven draagt. Je zou hier gewoon een sportieve textiele jas boven kunnen dragen of een wat meer casual leren jasje als je echt een volledige casual uitstraling wilt. Kevra jeans zijn echt gemaakt voor in de zomer. Dat komt omdat het gewoon lucht en wind en regen doorlaat. Dus wil je er een lange rit mee maken of ga je een keer een weekend weg? En heb je kans dat het gaat regenen, zul je toch zeker een regenbroekje mee moeten nemen. Veel mensen dragen een jeans ook als extra broek. Dus wordt het boven de 20, 25 graden, hang je je leren of je textiele combi in de kast. En trek je deze broek aan met een dun jasje voor een hele casual en lekker rijdbare outfit. Deze broek is gemaakt van een hele stevige spijkerstof, wat dikker dan we normaal gewend zijn. En aan de binnenkant is die dan voorzien van Kevlar panelen, die jullie zo zien als ik deze broek uit elkaar haal. Kevlar is een hele slijtvaste vezel die dus op de plaats wordt gemaakt, waar als je onderuit gaat je de grootste kans hebt om op terecht te komen. En die geeft extra slijtvastheid aan deze broek. Naast dat de broek is voorzien van Kevlar panelen aan de binnenkant, zien we dat die ook standaard wordt voorzien van een knieprotector en een heupprotector. Nou, dat gele wat we hier zien, dat is de Kevlar leiding. Die zit erin gestikt, loopt over de hele knie en ook op de kont en het zitvlak zien we een heel groot Kevlar paneel. Kevlar zijn heel veel vezels die allemaal door elkaar gestikt zijn. Ga je onderuit, valt het over elkaar heen en creëert het een hele grote slijtvaste laag. De protector is in hoogte verstelbaar, er zitten verschillende hoogtes in dit zakje. En ik zal hem er even uithalen om te laten zien waarom dit een hele fijne protector is. Het is een hele zachte protector die door de inkeping hier ook nog eens heel erg beweegbaar is. Dus hij gaat helemaal rond je knie zitten en vanaf de buitenkant zal die niet echt zichtbaar zijn. Het fijne van deze protector is als die hard wordt, of als die impact krijgt, wordt die hard en kan die daardoor heel erg veel energie absorberen. Daarnaast worden alle Alpinstars jeans standaard geleverd met een heupprotector. Deze kan je door middel van het klittenband in de broek plaatsen. Het is geen volledig CE-gekeurde protector, maar het is wel energiedempend. Dus stop ze er gewoon in, je zal daar geen last van hebben. Zoals ik al zei, zijn Kevra jeans eigenlijk altijd bedoeld voor gebruik in de zomer. En dat komt omdat ze gewoon net zoveel ventileren als normale jeans. Hou er wel even rekening mee dat bij de Kevra panelen er een wat dikker materiaal zit. Dus dat zal wat minder ventileren. Dus wil je deze broek echt boven de 25, 30 graden dragen, zou het kunnen dat hij daarvoor wat te warm wordt. We hebben daar ook broeken voor die volledig doorboven zijn. Dus daar zit er geen extra laag Kevlar in. Daar zou je ook voor kunnen kijken als je zeker weet dat je die broek alleen echt met hoog zomer zal dragen. Op de Alpinstars Copper zien we grote steekzakken aan de zijkant. Geen verrassingen, gewoon wat je op een normale jeans ook verwacht. En op de kontzakken grote steekzakken waar we voldoende spullen in mee kunnen nemen. Dus eigenlijk niks anders dan een normale jeans. En niemand zal zien dat je daadwerkelijk een motorbroek draagt. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 76 kilo en draagt van de Copper een maat 32. Nou, we zien dat hij gewoon recht qua model is. Heel erg netjes, heel erg casual. Zou je hem wat strakker willen, kan je hem ook nog een maatje kleiner nemen. Dan valt hij dus iets meer slim fit. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer u op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorbroek is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en ik bedank u voor het kijken.